Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter camera zit Gerard en ik ben vandaag vaardingmeester bij Ritje Bros. Dit is het theater, zeg maar. Hier ontvangen we onze mensen. Hier kunnen de mensen ook plaatsnemen, zitten ze lekker warm en droog. En de machines rijden we individueel voor. Oké, want hier wordt ook online meegeboden. Ja, dat loopt synchroon, dat loopt met elkaar op. En iemand aan de andere kant van de wereld kan daadwerkelijk op hetzelfde moment als dat hier een machine verkocht wordt en de persoon in de zaal, zeg maar, de machine aan het opbieden zijn, kan hij meedoen. Ja. Onze planning, zeg maar, op zo'n dag gezien, is per minuut een machine te veilen. Okay. Natuurlijk is het zo, een machine met een hogere waarde doen we iets langer over. Maar een machine met een wat lagere waarde, ja, dan gaan we naar, noem maar wat, een halve minuut. We hebben hier dus drie podia staan. En daar komen de bitcatchers te staan. Ja. Okay. En de bitcatcher is iemand die de zaal in de gaten houdt. En daadwerkelijk kijkt naar de mensen. En kijkt wie je dus een teken geeft van ik wil kopen. One question, how do you manage to speak so quickly? It's, we've got lots of years of experience, that's how we're able to, yeah. That's part of the training and part of learning how to become an auctioneer. Some people say that we have a song, that we're kind of like singers, and in the same respect, the trick about auctioneering is the breathing. It's all in the breathing. You have to breathe from your stomach. The rhythm is called the auctioneer's chant, and there's things that we say in between the numbers to keep the people entertained, to keep them excited, as you mentioned, so that they stay entertained and actually stay all day. Because if we just stood in front of the crowd and just called purely numbers, after about an hour of that, it would get pretty boring. I heard from people that I talk quickly, so maybe it's possible for me to try. The number that they're asking for is the price that they're trying to get, but we also say the number of the bid that we actually have. So you would ask for 6,000. And then everyone's in a while, say, I have 5,000, looking for 6,000. 2,000, we have 2,000, then we ask 25, 250, 300. It's hard. It's very hard. I don't know what a local Buddhist is in English, but... Als ik het nou op Nederlands probeer, als ik nou op Nederlands ga praten, oké. Oh, 1000 euro, daar koop ik hem ook wel voor. 1500, we hebben 1000 euro. Even kijken, wat is het eigenlijk voor een apparaat? Een Volkswagen bus. Hoogspot 12,25. 12,50. Gevraagd 17,50. Wie biedt? We hebben 1500. Wie biedt? Oh, dus dat is steeds weinig geboden. Denk je nou net zo snel te kunnen praten als Steve, of net zo snel te kunnen praten als ik, of net zo onduidelijk kunnen praten als ik? Geef het filmpje even een dikke duim en een reactie hieronder. Ik zou zeggen, tot volgende week. Even voor een, die had ik ook al hebben. Kan ik ook meebieden ergens? Kan ik ook even, wacht even, kunnen we niet even stoppen, ik even meebieden, want ik heb eigenlijk nog even combo nodig. Combo voor 600 euro.